Hallo jongens en welkom terug bij mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een kletsup video voor jullie. En de kletsup video is een serie geworden waarin ik met nat haar mijn make-up zit te doen. Bij kletsup video's gaat het meer om mijn gebrabbel dan om make-up zelf. Maar ik laat wel even zien wat ik allemaal gebruik en jullie zien ook wel hoe ik het gebruik. Vandaag is het zeg maar heel erg zonnig, maar er zijn ook wel wolken, dus soms ben ik echt overbelicht en soms ben ik weer veel te donker. Maar dat heeft dus daarmee te maken. Echt als het zonnig is, het is zo moeilijk om te filmen. Niet normaal. Dus ik denk ook dat ik hier veel langer mee bezig ben. Maar goed, dat maakt niet uit. In deze video ga ik trouwens een aantal nieuwe producten van Bourjois uitproberen. Een oogschaduwpaletje, een mascara en een oogprimer, eyeshadow base. Dit heb ik toegestuurd gekregen en het leek me wel leuk om in deze kletsenvideo dit uit te proberen. Dus heb je zin in deze video, doe dan gezellig alvast je duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren als je hier nieuw bent. En laten we snel met make-up beginnen, want anders duurt het weer veel te lang. Ik heb trouwens mijn make-up herordend en ik heb hiernaast allemaal laadjes. Dus soms hoor je een laag geluid, maar dan weet je ook hoe dat komt. Goed, voor vandaag voor foundation ga ik de Fit Me foundation gebruiken van Maybelline. Deze heb ik in de kleur 105 en dat is echt een perfecte kleur voor mij nu. Ik ga jullie even inzoomen, denk ik. Oh, huh? Zo, dan kunnen jullie het beter zien wat ik allemaal aan het doen ben. Ik heb trouwens nagellak op en ik krijg daar vaak vragen over. Dus voordat ik er vragen over krijg, dit is het nagellakje die ik op heb. En dit is hoe het heet. Super mooie kleur. Ik heb hier een spiegel. Het is vandaag trouwens moederdag, dus ik en mijn vriend die gaan straks ook even naar de moeders toe. We gaan eerst naar mijn moeder en dan gaan we naar zijn moeder. Dus vandaag is het zondag, als ik dit film. Dus fijne moederdag voor de moeders onder ons. Ik ben wel benieuwd of er echt moeders zijn die mijn video's kijken. Kijk, en nu wordt het weer donker. Echt uber donker. En het wordt ook weer licht, dus... Ach. Ik kan echt aan mijn instellingen van alles veranderen. Maar dan moet ik het echt om de 3 seconden doen. Want het is of heel erg zonnig ineens, of heel erg donker ineens. Ik kan er gewoon geen grip op krijgen vandaag. Maar goed, ik wilde wel heel graag deze video een keer opnemen. Want ik heb die producten al wel een tijdje liggen. Het leek me wel leuk om die weer eens een keer uit te proberen. En make-up video's film ik eigenlijk altijd in het weekend. Omdat ik dan er tijd ervoor heb. En door de week heb ik daar echt geen tijd voor. Want door de week moet ik altijd opschieten. Concealer, deze is van Catrice. Gisteren was Eurovisie Songfestival. En laat me even weten voor wie jij was. Natuurlijk voor Nederland, maar om heel eerlijk te zijn was ik niet echt voor Nederland. Ik was voor Moldavië en Moldavië is de 3e geworden. Ik vond hun act zo leuk, zo lekker vrolijk. En daar hou ik heel erg van. Ik hoef niet van het... jankmuziek en weet ik wat allemaal. Eurovisie vind ik altijd zoiets moois en echt zo'n feestje. Ik hou echt van Eurovisie. Ik vind het echt zo leuk. En ik kijk dat ook het liefst gewoon ieder jaar weer. Ik vond bijvoorbeeld het jaar 2015. Oh, het is weer moeilijk donker. Ja, Jezus. Nou, ondertussen heb ik even mijn poeder gedaan, want het is zo donker. Dus even kijken. Ik heb de poeder van Affect weer gebruikt zoals altijd. Dat is echt mijn favoriete poeder. Die is ook alweer bijna op zoals je kan zien. Maar gelukkig heb ik nog een voorraadje hiervan. Ik vind het echt een hele fijne poeder. Dan gebruik ik een blush van de Primark. En een kwastje van de Primark. Die je ook in mijn Primark video kon zien. Mijn Primark make-up video. En deze blush gebruik ik eigenlijk als mijn contour. Goed, waar had ik het eigenlijk over? Volgens mij had ik het over Eurovisie Songfestival. Daar had ik het over. Het jaar 2015 van Eurovisie. Vond ik zo goed. Vond ik zo leuk, al die nummers. Ik zet die afspeellijst nog steeds wel eens op. Omdat ik die nummers zo leuk vind. Zo'n Eurovisie fanaat ben ik. Even kijken, dan heb ik ook nog een blush van Essence. Ik vind de blushes van Essence zo leuk. Ze zijn hartstikke goedkoop en je kan er best wel lang mee doen. Hele mooie kleurtjes. Niks op aan te merken. Zo, dat is wel een beetje aanwezig. Even wat uitblenden allemaal. Volgens mij zijn mijn buren aan het stofzuigen of zo. Ik hoor de hele tijd zo geschuif. En echt zo'n stofzuigergeluid. Heb ik echt nog nooit eerder hier gehoord. Ik hoop dat jullie er geen last van hebben. Het valt me nu pas op. Maar goed. Ik denk dat ik even naar de ogen ga. En dit is het schattig paletje. Dit is hoe die eruit ziet. Ik vind hem echt cutie. En je kan hem zeg maar... wacht even. Zo openmaken.
Hallo. Dit zijn de kleurtjes die erin zitten. Maar je kan hem ook zo... hoe werkt dat nou? Oh ja, je kan hem ook zo draaien. Zo of zo of zo. Je kan er echt alles mee doen. Super schattig. Dus ik ga hier even... Dit is gewoon een nude paletje. 8 kleurtjes. En dit is de oogprimer. Nou weet ik niet zeker of die nieuw is. Maar dat paletje heb ik sowieso nog nooit eerder gezien. En ik denk dus dat het paletje wel echt nieuw is. Maar ik weet niet of de primer ook nieuw is. Wordt echt niet goed vandaag met die verlichting hier. Wordt me ook niet gegund. Goed, ik pak even zoals altijd een fluffy kwast. En ja, ik doe maar wat. Ik ga wel eerst gewoon in de lichte kleur. Oh, oeh. Komt wel aardig wat vanaf. Oh, wow, dit heb ik lelijk gedaan. Zo, jezus. Wat een plakspul. Die primer. Echt, die primer, dat is volgens mij net lijm of zo. Je voelt het zo gewoon plakken. Plus, oogschaduw, die blijft er echt aan plakken. Dat is echt niet normaal. Het is op zich wel fijn voor je oogschaduw, denk ik. Maar het voelt niet lekker, moet ik zeggen. Of ik heb misschien iets te veel opgedaan. Oh, je voelt het plakken. Ik denk dat ik iets te veel erop heb gedaan. Ik krijg heel veel glitter. Ja, want volgens mij zijn al deze oogschaduwtjes met glitter. Tenminste, zo ziet het er wel uit. Ik moet zeggen, voor hoe licht dit eruit ziet. Nou, het ziet er wel iets donkerder uit op de camera. Valt het nog best wel donker uit op de ogen. Nou ja, valt op zich ook wel mee. Ik heb nou deze en deze kleurtjes gebruikt op mijn ogen. Ik snap echt niet waarom ze zoveel moeten stofzuigen. Maar goed, dat zou vast wel een reden hebben. Even kijken. Dan pak ik even een ander soort kwastje. Weet nog niet welke. Pak even dit zo'n soort kwastje. Beetje een puntige kwast. En ik ga ook gewoon weer even in die paarse kleur hier. En onder mijn ogen. Beetje in de bruine. Ik moet zeggen dat ik best wel ben verbaasd met het paletje. Want ik had er veel minder van verwacht, heel eerlijk te zijn. Maar ik vind echt dat er best wel mooie kleurtjes vanaf komen. Ook echt meer dan ik had verwacht. Even door naar de wenkbrauwen. Want ik zie er hartstikke raar uit zonder wenkbrauwen. Echt, het is weer donker. En straks is het weer overbelicht. En straks is het weer donker. Oh, plus ik zie er echt een beetje uit als een panda of zo. Ik weet niet, ik vind het vandaag niet zo lukken of zo. Soms heb je van de dagen en dan denk je van, oh my Jesus Christ, wat heb jij nou weer gedaan? Nou, dat moment heb ik dus nu. Dus ik ga, denk ik, even... ja, ik vind het onder mijn ogen zo donker. Dus even recht zetten met nog meer oogschaduw. Met lichte oogschaduw. Voeg even wat van de bruine kleur hier. Zodat het wat een evenwicht staat. Ze zeggen ook dat onder je ogen altijd lichter moet zijn dan boven je ogen. En ik snap wel waarom ze dat zeggen. Want ik ben alweer de mist in gegaan. Goed, helemaal klaar mee. Tijd voor mascara. Even kijken, als deze video online staat, dan staat mijn mascara routine video ook online. Daar kan je wel zien hoe ik het stap voor stap allemaal doe. Maar voor deze video ga ik dus een nieuwe mascara gebruiken van Bourjois. En dit is een Push Up Volume Glamour mascara. Dit is hoe die eruit ziet. En dit is het borsteltje. Volgens mij is het begonnen met regenen. Dus ik zou in principe nou geen zon moeten krijgen. Normaal gesproken wil ik altijd heel graag zon hoor, maar niet met filmen. Ik vind trouwens mascara echt best wel fijn. De haren van het borsteltje, die staan best wel ver uit elkaar. Dus toen ik dat zag, toen dacht ik van, oh, ik hoop dat ik wel voldoende volume en alles krijg wat ik altijd graag wil. En dat krijg ik ook. Plus, mijn wimpers zijn niet aan elkaar geplakt ofzo, zoals je kan zien. Daar heb ik nog een mascara die ik een keer in de beautybox had gekregen. En dit is echt een mascara met de allerkleinste borsteltje ooit. En deze vind ik fijn voor mijn onderwimpers. Goed, even kijken. Dan is het nu tijd voor de highlighter. Wat zal ik eens opdoen? Voor my favorite. Deze is van Sleek.
En deze ga ik lekker opdoen. Nu het nog een beetje... Kijk, dit is echt perfect licht om te filmen. Dus ik ga nu even snel alles afmaken. Een beetje highlighten daar. En een beetje daar. En nog een beetje hier. En een lipstick. Ik ga vandaag voor een nude kleurtje, omdat mijn ogen best wel heftig zijn. Ik ga voor deze van Rimmel. Ik vind deze zo fijn. Dit is de kleur. Ik vind deze zo fijn. En de kleur is ook zo mooi. Iets wat ik in elke make-up video weer vergeet, is natuurlijk mijn make-up fixen. En dat doe ik met deze spray. Deze heb ik al meerdere keren gebruikt. Deze vind ik heel fijn. Altijd even wapperen. En dit was dan mijn make-up look voor vandaag. Ik ga straks nog even mijn haar doen. En dan ben ik helemaal klaar voor vandaag. Want dit ziet er natuurlijk nog niet uit. Jongens, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En heel erg bedankt voor het kijken van deze video. En tot de volgende keer.